zoveel gekocht bij de Pull & Bear. Dat is echt niet normaal. En het was echt een eye-opener, want ik heb echt alles wat ik al heel lang zocht daar gevonden. En schrik niet, deze spiegel die was... Hallo mensen en welkom terug bij weer een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik jullie alle aankopen van de maand juni laten zien. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n video gemaakt en ik dacht, nou het is wel leuk omdat ik ook andere, nou niet zoveel andere dingen koop. Maar bijvoorbeeld wel andere dingen af en toe als servies of een spiegel die veel te overpriced is. Dus ik dacht, ik ga jullie dat gewoon allemaal laten zien vandaag. Naast de items die ik vandaag jullie ga laten zien, krijg ik ook nog heel veel dingen van bedrijven opgestuurd. Dit neem ik alleen niet mee in deze video, omdat dan één video veel te lang wordt. En twee, laat ik dit eigenlijk altijd op mijn Instagram story zien. Dus mocht je hier benieuwd naar zijn, volg me dan zeker even op Instagram. Dat is Iris Amber. Lijkt me leuk als je me gaat volgen. En ben je nou benieuwd wat ik de maand juni heb gekocht? Doe alvast even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan en je wil geen video van mij missen. Oké, nou laten we gewoon gaan beginnen met... Waar gaan we beginnen eigenlijk? Laten we beginnen met een paar schoenen wat ik heb gekocht. Ik was stories aan het kijken van Harlem 82 en toen zag ik opeens dat ze een soort van dead stock nog hadden. En daar kwam dus deze voorbij. Ik weet niet hoeveel ze normaal zijn. Ik denk waarschijnlijk iets van 120 of zo. Ik heb ze nu voor volgens mij 200 gekocht. Maar ik ben er wel echt super blij mee. Echt love die kleurtjes. Ik hou sowieso heel erg van gekleurde sneakers. En iets wat er gewoon lekker apart uitziet. Dus ik zag deze en ik dacht, nou, dit zijn helemaal mijn kinderen. Er is dus afgelopen maand in Den Haag ook een Arket geopend. En nou was ik al wel eens in deze winkel geweest in Amsterdam. Maar ik werd dus door een PR-bureau uitgenodigd om een kijkje te nemen in de nieuwe winkel. En ze hadden geweldige dingen. Echt fantastisch. Gewoon ook de home collectie vond ik echt helemaal het einde. Dus, wat heb ik daar gehaald? Ik heb dit bordje. Dit is zo cute. Even kijken, hoe duur was dit? Dit bordje was 15 euro. Daar heb ik er twee van gehaald. Want ik dacht, ja, als er een keer iemand bij mij komt ontbijten of zo, wat niet vaak voorkomt, dan heeft degene ook een leuk bloemenbord. Dan heb ik nog dit bordje gehaald. Die vond ik ook echt heel cute. Dit blad. Die was 22 euro. Oeh, ik heb niet gekeken naar de prijs, maar wel prijzige bordjes dus. Maar ja, weet je, dan investering. Zo zie ik het dan maar weer. Daar heb ik twee van gehaald. En dit roze bord. Ook een bloem. Very nice. Dat was wel leuk voor het avondeten gewoon. En deze was 17 euro. Ook heb ik bij de Arket gehaald deze slippertjes. Die had ik dus ook al heel vaak gezien bij van die Instagram wijfies. En ze waren heel vaak uitverkocht. En toen zag ik ze dus opeens bij de Arket. Maar dit zijn gewoon super chille instappertjes. Het lijkt alsof ze heel pijnlijk lopen. Maar ik vind ze eigenlijk heel chill lopen. Ik heb geen last van blaren nog hiermee gehad. En ik heb ze best wel een paar keer naar het strand al aangehad. Ze waren wel aan de prijzige kant. Deze waren namelijk 69 euro. Dus ja, je moet het wel waard vinden. Maar ik ben er helemaal weg van. En dan heb ik ook nog deze geweldige top gekocht bij de Arket. En wat ik heel erg leuk vond, is dat er dus aan de ene kant een lange mouw zit en aan de andere kant geen mouw. Dus gewoon alleen zo'n spaghettibandje. Deze heb ik genomen in maat 36. Ik weet dus alleen niet de prijs meer. Ik heb het labeltje er al afgehaald en het bonnetje, geen idee waar die is. Oké, dan ga ik nu mijn Pull & Bear stash filmen. Want ik heb echt zoveel gekocht bij de Pull & Bear. Dat is echt niet normaal. Ik weet niet, maar ik werd opeens helemaal loco met de winkel. Nou, Pull & Bear die had dus ook gedeelte sale. Dus ik fiets daar heel vaak langs als ik terugkom van mijn training. En dan word ik weer helemaal getriggerd door die etalage. En denk ik, oh, ik ga mijn fiets neerzetten. Ik ga erin. Nou, dat was dus niet zo'n goed idee. Want ik heb veel te veel weer uitgegeven bij die winkel. Maar goed. We gaan even beginnen met de laatste dingen die ik heb gekocht in de sale. Is dit jurkje. Ik zag het, ik wist niet per se of het wat voor mij was, maar ik dacht, nou, I give it a go. Ik denk dat het wel leuk is met Docs. Deze was nu 10 euro en die heb ik genomen in de maat M. Ik heb ook nog dit jurkje gekocht. Echt heel cute. Als je me nu zo ziet, dan denk je echt van, dit past toch helemaal niet bij jou. Maar ik heb verschillende identiteiten, dus het is oké. Die heb ik genomen in een maat medium. En volgens mij, uit mijn hoofd, was dit jurkje 30 euro. Deze, met van die bloemetjes. Die heb ik genomen in de maat L, omdat er niet echt een andere maat meer was. En ik dacht, nou ja, L, dat moet op zich wel lukken. En nog meer jurken. Ik ga binnenkort naar Spanje toe. En ik dacht, nou, dit is gewoon zo'n jurkje wat je even lekker snel aantrekt. Zocht een slippertjes erbij en het is helemaal fijn. Deze heb ik genomen in een maat medium. En deze die was 29,99. Deze heb ik al pas een keer aangehad met mijn Docs. Gewoon die hele hoge extreem Docs erbij. Want ik dacht, ja, je moet wel dat truttige printje een beetje verbreken, doorbreken. Het is wel heel leuk als ik het aan heb, vind ik het zelf. Deze heb ik ook weer genomen in een M. En de prijs moet je even op de website opzoeken. Want
die weet ik niet meer. Dit is echt wel mijn pronkstuk, denk ik. Dit vind ik echt helemaal geweldig. Dit croptopje met heel veel draden. Zo, dus kan je beter zien. Die heb ik genomen in een maat S. En daarbij hoorde dit rokje. Dat rokje heb ik genomen in een maat M. Dan heb ik nog dingen gekocht van de Smiley collectie. Deze hebben jullie misschien op Instagram ook al wel voorbij zien komen. Dat is deze blouse. Die heb ik genomen in een maat S, want hij valt best wel groot. En deze was denk ik 1999, zoiets. En daarbij deze broek. Oh, deze vind ik ook echt heel leuk. Maat 38 heb ik ervan genomen. Ja, prijs is dat denk ik iets van 30 euro of zo dat deze was. Nog een broek. Nou, het houdt maar niet op. Ik heb echt die halve winkel leeg gekocht. Nou. Het is echt schandalig. Maar goed, we gaan verder. Deze broek heb ik nog niet aangehad. Een beetje een licht roze, ja, verwassen broek. Dit is volgens mij ook een soort mom jeans model. Die heb ik genomen in de maat 36, want hij valt best wel groot. En deze was 25,99. Dus ik denk dat die andere broek ook 25,99 was. Dan heb ik nog een setje gekocht. Maar deze rok in ieder geval. Welke maat is dit? In een maat medium. En ik vond het wel leuk dat het een soort van geribbeld is. En op die paspop hadden ze dat dus gecombineerd met dit truitje. Toen ik het thuis aan had, toen wist ik eigenlijk niet of ik het nou echt leuk vond. Dus ik heb het nog nooit zo samengedragen. Maar ze hadden dus ook echt mega leuke bikinis bij de Poen Beer. Ze vallen wel heel klein. Dus dat is even een side note. Dat je beter maat groter kan nemen, vooral van die broekjes. Ik heb dus dit bikinietje gekocht. Heel cute. Deze heb ik genomen in een maat L, zodat mijn boobies er nog in passen. En dit broekje hoort daarbij. En deze heb ik dus ook genomen in een maat L, want ze vielen echt mega, mega, mega klein. Dit broekje was €9,99 en volgens mij was die top iets van 12, 13 euro. Ik zag hier een meisje met een Poen Beer lopen in de hand en dacht ik, nou wat een leuke kleur. Dus toen heb ik hem ook gepakt, dus ik ben even door dat kind geïnfluenced. Dat is deze blauwe crop top. En die heb ik genomen in een S. Die was €7,99. Nou, we gaan door naar het volgende. We gaan naar de Monkey. Alles van de Monkey zal ik trouwens eventjes linken in de beschrijving. Want ik heb hier affiliate links voor ontvangen. Dus als jullie shoppen, dan hou ik daar ook nog wat aan over. Yes. Maar in ieder geval, het eerste is dit truitje. En dit is gewoon echt zo'n heerlijk zomersding. Superleuk ook om te dragen op een shortje. Die heb ik genomen in een maat S. En de prijs is unknown. Om lekker in de gele sferen te blijven, heb ik ook nog dit hele leuke, een beetje flowy broekje. En deze heb ik genomen in een maat medium. Deze blouse van de Monkey heb ik ook nog gekocht. En ik wilde dus eigenlijk ook die broek erbij kopen, maar helaas was die al uitverkocht. Dus ik heb nu alleen de blouse en dit vind ik gewoon wel heel erg leuk om open te dragen. En deze heb ik genomen in een maat medium. Dan heb ik ook nog dit broekje van de Monkey. En dit, ze hebben best wel veel van die joggingsbroeken. En die joggingsbroeken van de Monkey zijn echt mijn favoriet. En deze heb ik genomen in een medium, zodat hij gewoon lekker, ja, relaxed valt. Dan heb ik ook nog van de Monk twee super mooie blazers besteld. En daar is deze een beetje crème kleurige er één van. En wat ik ook weer heel erg mooi vind aan de blazers van de Monk, dat ze echt een beetje die boyfriend fit hebben. Dat vind ik zelf altijd heel erg vet, omdat dat anders heel snel een beetje te kakkie staat. En deze blazer die heb ik genomen in een S en die was €40. Die heb ik dan ook nog in het zwart. En die was ook €40. Gewoon ook weer met een heel licht schoudervullingje erin. Maar super nice. En ook deze heb ik genomen in een S, omdat het al best wel oversized valt. Vorige week ben ik naar Den Bosch geweest. En ik ben eindelijk sinds maanden weer eens naar de Zara geweest, omdat daar geen rij stond voor de winkel. Ik heb gescoord dit heerlijke paarse legging broekie-achtig ding. Maar nou, waar ik helemaal voor viel bij deze broek was dat er zo'n leuke split aan de onderkant zit. En deze broek heb ik genomen in een medium en deze was €12,99. Ze hadden ook echt heel veel leuke crops in de sale. Dus ik heb dit croptopje in het groen meegenomen. Dit is een maat medium en deze die is nu €7,99. Nog een croptopje. Ik weet niet, ik vond dit gewoon wel heel grappig. Dit is zo'n gebreid dingetje en ik vond die ribbeltjes zo in het midden ook wel leuk. En ik dacht ook weer met zo'n leuk high-waisted short. Deze heb ik genomen in de maat L omdat het er best wel klein uitzag. En deze was ook weer €7,99.
Dit item vind ik ook echt heel leuk. Het is echt zo'n soort van trui die je oma zou kunnen hebben gemaakt. Deze heb ik genomen in een S, omdat dit de laatste was. Deze trui was nu 20 euro. Wat ik nog meer heb gekocht, dat zijn deze armbandjes. En hier heb ik op mijn Instagram best wel veel vraag naar gekregen. Deze oorbellen, die heb ik ook van Funky en Fancy. En deze geweldige haarband. Als jullie willen bestellen bij Funky en Fancy, volgens mij gaat het alleen via DM. Ik zal hier eventjes de Instagram opzetten, dan kunnen jullie kijken als je iets wil bestellen. Ik ben dus ook in Den Bosch sinds tijden weer bij de Claire's geweest. Nou, en het was echt een eye-opener, want ik heb echt alles wat ik al heel lang zocht daar gevonden, wat echt top is. Ik zag dus op TikTok, heet het allemaal van die kinderen met van die hele leuke dunne haarbandjes. Gewoon dit zo voorbij komen. En ik dacht, ik wil het ook. Maar ik heb dus overal in elke winkel in de stad gekeken. Ik kon het nergens vinden. En toen zei iemand tegen mij, want ja, je kan het bij de Claire's vinden. Dus ik naar de Claire's gaan. Nou, en ze hadden er echt mega veel. Je hebt dus gewoon bij de Claire's van die pakketjes met 3 kleuren. En dan betaal je voor zo'n pakketje van 3,6 euro. Ze hadden dus nu ook een actie bij de Claire's dat het 3 plus 3 gratis was. Dus als je 3 items kocht, dan kreeg je 3 dingen gratis. Dus ik heb best wel wat andere dingetjes gekocht nog. Deze 3 gehaald, dus gewoon wit, grijs en zwart. Gewoon de basics. En dan had ik nog lichtgeel, wit en dan ook nog een lichtblauwe. Alleen die ligt dus ergens hier in de zooi in mijn huis. Die kon ik niet vinden. Die zit er dus in ieder geval wel bij. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel grappig. Kijk, je kan dus ook wel iets meer naar achter doen. Maar dat ziet er bij mij dus niet heel top uit. Dan zit het meer zo. Maar dan krijg ik een beetje eihoofd van. Ja, het kan op zich ook wel, maar ik vind dat iets meer naar voren vind ik denk ik zelf leuker. Er waren dus nog meer van die oldschool dingetjes, zoals dit enkelbandje. Jongens, kennen jullie dit nog van vroeger? Dit is toch helemaal leuk. En ze hadden dus ook gewoon deze dingetjes in chokers in verschillende, beetje ja, pastellerige kleurtjes ook. En deze ketting. Ik was al heel lang op zoek naar een mooie chain. Ik denk dat deze wel heel snel gaat verkleuren, maar ja, voor de time being is het goed. Of een chain bij de Claire voor 10 euro. Of een van Dior van 600 euro. Nou, toen was de keuze wel redelijk snel gemaakt. Oké, en dan komen we nu bij de aankopen van juni. Die weer echt een rip uit mijn lijf waren. Deze tv vond ik zelf wel meevallen. Die was 399 euro. Ik had eigenlijk verwacht dat tv's veel duurder zouden zijn. Deze tv die heb ik dus gekocht omdat ik een nieuwe spiegel had gekocht. En die spiegel wilde ik hier zo plaatsen, maar die spiegel was veel te groot voor haar, dus dat zag er niet uit. En toen kon ik die spiegel eigenlijk niet echt ergens anders kwijt dan hier. Tadaa! Dit is hem. En dit was echt een fortuin, dit ding. Het is van Gustav Westman, heet volgens mij. Het is een Deense designer. Maar ik had deze spiegel heel vaak voorbij zien komen op Instagram. En ik dacht, nou, dit is gewoon wel een investering voor de toekomst. Dit is dus nu mijn tv. Maar ik dacht, ja, die spiegel en dan zo die tv ernaast, dat ziet er zo lelijk uit. Dus dat gaat helemaal weg, dit hele hoekje. Dat tafeltje ga ik roze verven. En daar komen dan allemaal leuke pastelkleurige kandelaartjes op. En schrik niet, deze spiegel die was 1200 euro. En dan heb ik nog influencer korting gekregen. Want normaal zijn deze spiegels volgens mij tussen de 1800 en 2000. Dus dat was echt een rip uit mijn lijf. Oké, nou, dit waren dus al mijn aankopen van de maand juni. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat me weten of jullie willen dat ik vaker dit soort video's maak. Dat ik echt alle aankopen van de hele maand laat zien. Of dat je zoiets hebt van, meid, het is een beetje te veel allemaal. Let me know. Vergeet zeker nog even te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie gewoon dinsdag weer bij een nieuwe fit. Joejoe.